Welkom bij de wedstrijd tussen Cirrus Kerk F1 en Domburg F1 van zaterdag 14 september. Betreft de eerste competitiewedstrijd voor Cirrus in de najaarscompetitie 2013. Het is de thuiswedstrijd tegen Domburg. En daar moet Jurre direct verdedigen met de paas richting Gijs op de linkerkant van het veld. Gijsje neemt daar de bal goed mee. De middellijn over, kijkt waar hij de bal kwijt kan. Dat is richting Sam, maar er zit iemand van Domburg tussen. Domburg probeert daar uit te komen. Aan de rechterkant van het veld. Moet daar verdedigd worden door Jurre. Wordt daar gepasseerd. Daar staat alleen Jordi nu als verdediger. Daar komt de voorzet. Jordi mist hem net. En daar wordt de bal binnengegleden door een speler van Domburg. En de 0-1 op het scorebord. Dat is een snelle achterstand voor Cirrus. De aftrap hier van Cirrus. Jordi kan daar net tussen zitten. Jordi met de bal richting Sam. Sam daar aan de bal. Wordt daar onderschept door iemand van Domburg. Domburg kan er weer snel uitkomen nu. Jordi moet daar verdedigen. Jordi moet dan meelopen met zijn tegenstander, maar wordt daar uitgespeeld. Een paasje van Domburg daar tussen de verdediging van Cirrus. En Jurre schiet tegen de hand van een speler van Domburg. En daar knalt de speler de bal gewoon binnen en de 0-2 is gevallen. Achterstand van 0-2 voor Cirrus. Het leek op Hens, maar wordt toch geteld. Scheidsrechter heeft niet gefloten. Daar nu Cirrus aan de bal. Gijs probeert er snel uit te komen. Gijs richting het doel van Domburg. Maar wordt daar onderschept door een speler van Domburg. Jordi nu op de linkerkant van het veld. Wordt daar moeilijk gemaakt door een speler van Domburg. Maar Jordi passeert zijn tegenstander. Maar de voorzet is niet goed. Moet vooruit verdedigd worden. Maar Joram zit daar weer tussen. Joram met het balletje terug op Jordi. Jordi terug richting Gijs. Gijs in balbezit. Daar Gijs met een schot. En de bal vliegt daar in de lange hoek. In het doel. En de 1-2. De aansluitingstreffer voor Cirrus. Hier nogmaals in de herhaling. Joram aan de bal. Met de bal terug richting Jordi. En Jordi ziet daar Gijs vrij staan. Gijs kan de bal daar gelijk meenemen. En ziet daar de ruimte in de lange hoek. En passeert daar de keepster van Domburg. De 1-2 valt. Cirrus terug in de wedstrijd. We gaan verder met de uittrap van Luca. Wordt daar opgevangen door een speler van Domburg. Joram kan hem moeilijk controleren. Daar zit Jordi ertussen met de bal naar voren. Daar over de middenlijn. Domburg vangt dat bal daar op. Maar Gijs zit daar tussen. Gijs op de middenlijn nu. Gaat naar het centrum van het veld. Daar zit Sam tussen. Sam kan de bal dan meenemen. Maar wordt weer verdedigd daarvoor door Domburg. Sam moet daar nu verdedigen. Neemt de bal daar weer over. Sam nog steeds in balbezit. Sam. Gaat richting het doel. Speelt twee tegenstanders. Ziet Gijs daar vrij staan. Vlak voor het doel. En met de schot. En de bal vliegt net naast het doel. Ja. Grote kans op de gelijkmaker voor Cirrus. En opvangen. We gaan verder met de uittrap van de keepster van Domburg. Richting de rechterkant van het veld. Daar zit Job. Heel goed tussen. Job nu. De druk van Cirrus op het doel van Domburg nu. Job speelt daar zijn tegenstander. Nu moet nu de voorzet komen. Job ziet daar Luca of het is Jordi vrijstaan. Jordi Tiemann in dit geval. Sam kan de bal daar overnemen en de bal wordt daar verdedigd. En de bal gaat over de achterlijn. En een corner voor Cirrus. Jordi neemt de corner. Jordi met de corner, maar gaat bovenop de lat en de bal gaat achter. Heeft iets wat te maken met de wind dat de bal naar achter vloog. We gaan weer verder met de bal naar voren. Daar richting Sam. Sam kan de bal daar meenemen richting het doel van Domburg. Er staat nog een verdediger en wordt daar uitverdedigd en de bal wordt over de achterlijn geschoten. Weer een corner voor Cirrus, maar daar volgt niets uit. We gaan verder met Job aan de linkerkant van het veld. Job. Job nog steeds in balbezit met het paasje, maar wordt onderschept door iemand van Domburg. Job kan de bal toch weer overnemen. Bal blijft nog steeds binnen daar op de achterlijn. Daar de voorzet nu. Zit iemand van Domburg tussen. Daar kan Jordi de bal overnemen. Jordi probeert daar zijn tegenstander om te spelen, maar wordt daar onderschept. De speler van Domburg kan er nu heel snel uitkomen. Jordi moet mee teruglopen en verdedigen. Daar komt Jurre en heel goed verdedigd van Jurre. Jurre in een duel nu. En daar goed gedaan van Jurre. En loopt daar heel snel weg bij zijn tegenstander. Jurre steekt de middellijn over met een uitstekende paas op de vrijstander Sam. Maar Sam kan helaas de bal net niet controleren. En kan nu worden weggewerkt door iemand van Domburg. Maar Sam kan toch de bal weer overnemen. Sam, linkerkant van het veld. Dicht bij de achterlijn. Schiet de bal tegen zijn tegenstander op. Maar de bal blijft nog steeds binnen. Sam, aan de linkerkant van het veld. Richting Gijs. Maar er zit weer iemand van Domburg tussen. Sam kan toch de bal weer overnemen. Maar er zit weer een voetje van Domburg tussen. En daar gaat de bal over de zijlijn via Jurre.
We gaan weer verder met de aanval van Domburg in dit geval. Domburg steekt de middellijn over, moet daar verdedigd worden weer door Jurre. Jurre neemt de bal daar weer prima over. Jurre probeert als een tegenstander uit te spelen, dat mislukt. En Domburg richting het doel. En daar staat Luca, goed gekipt van Luca. En nogmaals uit de rebound, goed gekipt van Luca. En voorkomt daar de 1-3 voor Domburg. We gaan verder met de ingooi van Jurre richting Job. Job kan daar de bal meenemen richting de rechterkant van het veld. Job moet terugkappen, waarschijnlijk naar zijn linkervoetje. Dat doet hij ook. Job nog steeds in balbezit. Daar zit Jordi. Daar komt Jordi in balbezit. Je ziet daar Sam staat. Linkervoetje, subtiel paasje richting Sam. Sam zet al drie zijn tegenstanders op. Verkeerde been. En de bal gaat via een verdediger in het doel. En daar is de 2-2. Goed gedaan van Seroos. Hier Job in balbezit. Moet terug naar zijn linkerbeen. Blijft in balbezit. Daar kan Jordi de bal meenemen. Jordi dribbelt daar. Ziet daar Sam lopen. Een subtiel paasje daar langs zijn tegenstander in de voeten van Sam. Sam zet drie tegenstanders plus keepster op het verkeerde been. En kan met buitenkant voetje via een verdediger gaat de bal in het doel. Knap gedaan. En de 2-2, de gelijkmaker. Zero zit weer volop in de wedstrijd. We gaan verder met de uittrap van Luca. Oh nee. Kan worden opgevangen door een speler van Domburg. Zero moet weer verdedigen. Daar komt Job terug. En daar in de handen van Luca. Weer goed gekipt. Luca. Weer met de uittrap uit zijn handen. Naar voren. Wordt weer opgevangen door Domburg. Maar Sam kan daar de bal overnemen. Goed gedaan van Sam. Sam speelt daar diverse tegenstanders. Zo vijf spelers weg van Domburg. Komt nog een verdediger. Ook langs die laatste verdediger. Sam richting het doel. Alleen de keepster nog. En daar buitenkant voet op de paal. Heel erg jammer. Gijs nog steeds in balbezit. Gijs. Wat kan Gijs nog doen? En daar in de voeten van een dingen. Maar van een speler van Domburg. Maar kan nu uitverdedigd worden door Domburg. Moet nu verdedigd worden door Seroos. Daar komen Domburg snel uit. Job wordt uitgekapt daar. Daar moet Jurre verdedigen. Jurre, en daar valt zomaar een speler van Domburg. Niets aan de hand. En Jurre kan verder uitverdedigen met de bal richting Jordi. Jordi verlengt de bal in de diepte. Richting, daar is Sam nog steeds. Sam weer richting het doel. Maar zit nu een verdediger tussen van Domburg. Maar Sam kan daar op de achterlijn de bal nog steeds binnenhouden. Sam wordt daar moeilijk gemaakt door 2-3 tegenstanders. En Domburg kan de bal weer overnemen. Nu Domburg aan de rechterkant van het veld. De paas in de diepte. Daar zit Jurre weer uitstekend tussen. Jurre met de dieptepaas richting Sam. Maar Sam kan er net niet bij. En de bal gaat daar over de achterlijn. Doeltrap voor Domburg. Bijna Seroos ertussen. Moet daar nu verdedigd worden door. En een mistrap van een verdediger van Domburg. 3-4 spelers nu van Seroos erbij. Daar een trap van Jordi Tiemann richting de zijkant van het veld. Nu Jordi. Jordi moet daar storen. Kan de bal daar overnemen. Jordi. Daar krijgt Jordi een trap tegen zijn been. En vliegt plat op zijn rug. Kijk, je ziet het daar in de slow motion. Jordi krijgt een trap in zijn knieholte. Waardoor hij hard onderuit gaat. Maar Domburg gaat verder. Is niet gefloten. En daar het schot. Goed gered door keeper Luca. De bal gaat over de achterlijn. Daar loopt Jordi langzaam terug. Nog niet helemaal fit. Viel heel hard plat op zijn rug. Even organiseren nu bij Seroos. Daar komt de corner van Domburg. Corner bij de eerste paal en Jordi op zijn knie. Gaat de bal over de zijlijn hier. Een ingooi voor Domburg. Jordi loopt er nog steeds niet helemaal fit bij. Daar komt Domburg met de ingooi. Aan de zijlijn nu. Domburg. Moeilijk te zien. Daar de voorzet van Domburg richting. En er staat ineens iemand vrij voor de goal. En schiet zo binnen. Langs keeper Luca. De 2-3 voor Domburg. Was bijna rust. En nu is het rust. De ruststand is dan ook 2-3. We gaan verder in de tweede helft. Daar moet Jordi uitverdelen met de bal richting Gijs. Gijs steekt daar de middellijn over. Gijs nog steeds in balbezit. Kijk wie er vrij staat. Gijs wordt daar weggeduwd door iemand van Domburg. Maar
Domburg kan de bal daar overnemen. Domburg komt er weer uit. Moet onderschept worden door Jordi en de bal gaat over de zijlijn. Jordi daar weer. Bij de eigen goal in de buurt met de bal in de diepte richting Luca. Aan de rechterkant van het veld. Luca kan daar de bal goed meenemen. Luca geeft de bal daar richting Sam. Sam wordt lastiggemaakt door een speler van Domburg. Sam aan de rechterkant van het veld. Kijk waar hij de bal kwijt kan. Sam nog steeds in balbezit. Komen nu 3-4 tegenstanders naar hem toe. En daar de bal bijna over de achterlijn. Maar wordt binnengehouden door een speler van Domburg. Daar Sam kan, zit er weer goed tussen. Daar wordt er toch weer de bal naar voren geschoten door een speler van Domburg. Maar nu Job in balbezit kijkt. En ziet daar Gijs vrijstaan. Gijs met een slim paasje dacht hij. Maar de bal gaat zo over de achterlijn. Doeltrap voor Domburg. De ingooi van Domburg. Gaan we verder. Wordt daar opgevangen door Luca, maar dat gaat niet. En Domburg kan de bal overnemen. Daar met het schot richting nieuwe keeper Joram in de tweede helft. En wordt goed gepakt door Joram. Hier Joram met de uittrap. Kan daar opgevangen door iemand van Domburg. Moet nu snel en goed verdedigd worden door Cero's. Dat doet Jordi daar met de bal richting Job. Job doet dat heel handig daar. Omspeelt daar zijn tegenstander. Ja, Job nog steeds aan de linkerkant van het veld nu. Omspeelt daar nog een tegenstander. Job nog steeds in balbezit. Steekt de middenlijn over. Gaat richting de achterlijn van Domburg. Maar wordt daar verdedigd weer. En daar verliest Job de bal. Domburg kan er weer uitkomen. Een hele leuke wedstrijd om te zien. Hier Jordi met de bal naar voren. Maar daar staat niemand van Cero's. Een spannende wedstrijd. Maar nog steeds een voorsprong voor Domburg met 2-3. Daar een paas van Jurre in de diepte richting Sam weer. Cero's op zoek naar de gelijkmaker. Cero's doet er alles voor. Nu Jordi weer aan de rechterkant van het veld. Probeert daar zijn tegenstander om te spelen. Die gaat daarbij liggen. Jordi nog steeds in balbezit. Wordt lastig gemaakt daar zo. En de bal wordt daar onderschept door iemand van Domburg weer. Gaan richting middenlijn en steekt de middenlijn over. Moet daar verdedigd worden. Er staan nog genoeg verdedigers van Cero's en wordt daar onderschept door Job. Job nu aan de rechterkant van het veld met de bal naar voren. Richting Jordi. Jordi staat daar nog. Jordi kan de middenlijn weer oversteken. Jordi met de paas richting de vrijstaande stam stond daar. Maar schiet net in het hoofd van een speler van Domburg. En gaat over de zijlijn. We gaan verder met een corner van Jurre. Gijs daar zo. Vlak bij het doel van Domburg nu. Een scrimmage voor het doel daar. Maar de bal kan er niet in worden ingeschoten door Cero's. Heel veel spelers van Domburg vlak voor de goal. Cero's kan daar niet doorheen komen. Wordt onderschept daar voor, door een speler van Domburg. Weer. En met een schitterende dieptepaas daar achter de verdediging van Cero's. Maar Jurre met de sprint en zit er heel goed tussen. Uitstekend verdedigd van Jurre. Met de bal over de achterlijn. Er kwam niks uit. We gaan verder met de voorzet van Jordi. Maar dat is in de voeten van een speler van Domburg. Moet nu verdedigen. Jordi terug. Maar er komen ook twee spelers van Domburg mee. En daar moet keeper Joram ingrijpen. En dat doet hij. Uitstekend. Goed uitgekomen uit zijn doel. De stand in de wedstrijd blijft 2-3. Nu moet Jurre weer uitverdedigen. Jurre werd lastig gemaakt. Maar kan daar zijn speler omspelen. En met de bal naar voren. Zit toch weer iemand van Domburg tussen. Gijsje met de bal terug naar richting Jordi. En Jordi schiet daar de bal richting de linkerkant van het veld. Maar de bal gaat over de zijlijn. Sam nu weer tussen twee spelers in. Komt daar goed uit. Nog een derde tegenstander. Sam nu op de rechterkant van het veld. Bij de zijlijn. Wordt lastgemaakt weer door een verdediger van Domburg. Maar Sam blijft op de been daar. Rechterkant van het veld. Moet nu de voorzet komen. Richting Gijs, maar kan hem niet bereiken. Zit weer iemand van Domburg tussen. Cero's nog steeds op zoek naar de gelijkmaker. De 3-3, maar wordt heel lastig gemaakt door Domburg daar. Veel blauw achter de bal. En daar, de bal gaat over de achterlijn. En een doeltrap voor Domburg. Daar wordt opgevangen met de arm door Job. Maar wordt gefloten voor een vrije trap. Langs de zijlijn maakt iedereen zich nogal druk. Ja, Wouter, dat moet je doen. Nemen, Wouter, zei. Ja, de spelers van Domburg begrijpen het ook niet helemaal, maar er is een vrije trap gegeven. En de vrije trap is genomen in ieder geval. En nu de schot van de speler van Domburg wordt weer prima gered door Joram. Joram nu met de uittrap naar voren.
mislukt een beetje. Dus bijna in de voeten van de speler van Domburg. Maar toch gelukkig bij een speler van Cero's. Job nu met de bal. Uitstekend op Gijs. Gijs in één keer door. Richting Jurre. Jurre alleen nu op de keeper eraf. Jurre alleen voor het doel. En daar schiet hij de bal precies tegen de keeper aan. En de bal vliegt naast het doel. Een enorme kans op de gelijkmaker. Maar de stand nog steeds 2-3 in het voordeel van Domburg. Daar de uittrap van Joram richting Gijs. Maar er zit weer iemand van Domburg tussen. Daar moet verdedigd worden door Jordi. Schiet de bal tegen Jurre aan. Moet nu weggeschoten worden de bal. En daar klinkt het eindsignaal. De eindstand van deze wedstrijd. Cero's Kerken F1, Domburg F1 wordt 2-3.